Het is woensdag, dat betekent een nieuwe Gent-M. Met Paul Eijvaart over het DNA van de stad. Nu, we zijn met drie vanavond, want hij brengt zijn vriend mee. Stefan de Walen, die erbij was toen ze Kung Fu hebben georganiseerd. Hier in de Vooruit. We gaan even een interview doen daar. En dan komen we hier naar de Gent-M-box om herinneringen op te halen. Sappige verhalen te horen over vroeger, over hoe ze dat hebben gemaakt. Hoe dat Showbox groot heeft gebracht. Hoe dat Gent zo creatief maakt. Wat het DNA is van onze stad. Spannend, hè? Volgens mij, hè. We hebben hier de best of gedaan, dat was de eerste voorstelling. We hebben de laatste, de dernière gedaan van de best of. Hebben we hier gedaan. Maar dat was een goed feest. Dat weet ik nog. Maar dat was dan jaar aan drie. Hey, dus eerst was Kung Fu, een discotheek. Eerst was Kung Fu en daar hebben we de dernière van die voorstelling. Dus Kung Fu is de naam van de groep geweest. En Best Of was de eerste voorstelling, dan Discotheek. En dan hebben we andere kleine dingetjes en kort filmpjes. Maar dan hebben we maar twee voorstellingen gemaakt. En hier was de dernière van Best Of. En het schoonste feest dat er ooit geweest is. Wat jaar spreken we? 1999? Ja, dat zou kunnen. Wat ik me herinner is dat, er hier, dat we uitdrukkelijk geen glitters mochten gebruiken, geen glitterconfetti mochten gebruiken. En dat we toch glitterconfetti hadden en we hebben dat mogen betalen achteraf. We hebben extra kruisploeg mogen betalen voor het kruis. Dat herinner ik me nog. Maar 1999, welke gsm hadden we dan? Ik was tegen de gsm's. Toen dat er... Ja, een tijd dat je nog tegen de gsm kon zijn. Ik dacht, dat gaat wel over, maar ik doe met die gsm. Nee, want de mensen, de andere van de Kung Fu, die hadden piepers. En dat was pas echt ellende. Want die gast die vroeg heel dat ze hun telefoon mochten gebruiken. En ik was zeker tegen piepers en gsm's. Ik weet niet veel mensen die toen al de gsm hadden. Dat is wel de opener voor straks eigenlijk. Hè? Een tijd van dag nog tegen gsm's kon zijn. Ja, dat is niet een leuze, hè. Teenager is at 5 o'clock in the morning. Dirty dancing. Discotheca. Some say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding techno music. Gent-M 23, de emo-editie. Niet toevallig met een vrouw. Volgende Gent-M. Eindelijk een vrouw op tafel. Nee. The next step in? Ondernemen. Niet waar, Fredo? Met? Sophie Verhallen. En wie nog? Hoe spreek je zijn naam uit? Pieter Goris? Nee, dat is de next step hier.